Ja, daar zijn we weer. Hier hebben we het over. Dit is een bespreking van het requisitoor dat gehouden is. Nou, wat ik denk dat het waar is. En het gaat over de strafzaak tegen de verdachte die Marianne Vaatstra in de nacht van 30 april op 1 mei om het leven heeft gebracht. In ieder geval de volgende ochtend op 1 mei, zaterdag 1 mei, was het afgelopen. Ik heb al een paar uitzendingen gedaan en ik ben inmiddels beland op pagina 13. Ik leer steeds beter om dit te bedienen. En pagina 13 is dan scan nummer 24 of zo. Want ik heb iedere keer... Oh, daar is de leugen. Ja, ik zie hem al. Hoppa. En doe ik zo. Hopsa. Dan gaan we lekker door. Want we gaan namelijk tot pagina 51. De familie van slachtoffer heeft deze tekst aan moeten horen. Dus waarom jullie niet? Ik lees even voor. Een zeer groot deel van de stelling kan onomstotelijk aangetoond worden met technische bevindingen. Na aanhouding is gebleken... dat bepaalde onderdelen van het scenario niet bevestigd kunnen worden. Ik heb hier echt geen woorden voor. Een zeer groot deel van de stelling. Ik weet echt niet welk deel dat is. En onomstotelijk aantonen, dat is een dubbeling. En dan technische bevindingen had hij eerder gezegd, want getuige was een leugenaar. Dus alleen maar technische bevindingen konden iets toevoegen aan de waarheidsvinding of zo. En na aanhouding is gebleken dat bepaalde onderdelen van het scenario... Nou, daar heb ik gelijk twee vragen bij. Vraag 1, welke onderdelen? Vraag 2, welk scenario? En wie had dat scenario opgesteld? En nu gaan we dus echt heel erg. Maar laten we naar hem lachen. Ik ga deze gewoon uitvergroten. Kijk hoe groot ik hem kan krijgen. Je allemaal heel goed kan lezen. Ja, dit is groot genoeg. Zien jullie het ook? Een vrijwilligheid in combinatie met aansteker. Dit is... volgens mij hebben we hier... Goethe aan het woord of zo. Of Herakleitos. Vrijwilligheid. Ik vraag me hier dus echt af, en dit is gewoon serieus bedoeld. Maar was de mens, want er was geen aap die dit geschreven heeft. Dat maak je mij niet wijs. Er was een mens. Ook geen naakslak of zo. Er was een mens. Maar de mens die dit geschreven heeft, was die onder invloed van peyote? Of ayahuasca? Of, weet ik veel. Dit schrijf je toch niet op? Vrijwilligheid in combinatie met aansteker? En moet ik nou OMG.V.D. degene zijn die dit in jullie voorleest?
terwijl ik al die jaren al riep dat er iets aan de hand is met deze zaak? Nou ja, laat me niet al te veel mopperen. Laten we verder lachen. Kijken of we nog leuke, logische fouten kunnen vinden. Vrijwilligheid in combinatie met aansteken. Ja, we weten allemaal wat dat betekent nu wel, dus nu gaan we lachen. Nou, en vrijwilligheid met vrijwilligheid in combinatie met aansteker geldt bijvoorbeeld voor de stelling over de mogelijke vrijwilligheid van slachtoffer. Ja. Dus de vrijwilligheid in combinatie met aansteker geldt bijvoorbeeld voor de stelling over de mogelijke vrijwilligheid van Marianne. Dat klopt natuurlijk helemaal niet. Want als je zegt bijvoorbeeld, dan moet je er nog eentje noemen. Moet je er twee noemen. En niet zeggen alsof het een algemeen begrip is. Dat is altijd, met aansteken heb je altijd vrijwilligheid. Van fire, do do, do 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 do, fire, do do do. Kan er heel erg boos over worden. Dit is opgevat door de familie en media als een volledige instemming van slachtoffer het weiland in te lopen. Ja. Volgens mij is er in Arnhem niet genoeg bier te koop om deze zin te bespreken. Want er wordt dus wel even gesproken over familie. En dan zegt hij achter natuurlijk nog eventjes, om het helemaal, ja, vrolijk te maken. Ik wil dit nader toelichten, want dat is zeker niet bedoeld. En ik wil nu niet vervallen in bijbelteksten, maar ik denk wel dat mensen die een nuttig aantal uren hebben besteed aan het lezen van één of andere Bijbel, wel begrijpen wie hier aan het woord is. En het is misschien Henk J. Maus gewoon in zijn schoenen geschoven. En moeten we medelijden hebben met Henk J. Maus. Om het maar even christelijk te zeggen. Ik ben echt stil, want ik loop een beetje te mopperen in mijn vrije tijd. Maar er zijn ook ouders en die zijn een dochter kwijt. Ik moet gewoon doorgaan. Laten we als eerste weer gewoon gaan lachen. Zo staat in het deelprocesverbaal. En daar is er weer een pijltje bij. Ik ga even omhoog gaan. Ja? Ja, is het nou deelprocesverbaal? Ja, dat is deze. Of is het nou een deel-PV? Ik zou het echt niet weten hoor. Ik vind wel dat je moet het een of het ander doen. Ik heb altijd in Wageningen, ik heb dan gestudeerd en je moet gewoon nauwkeurig rapporteren. En je mag er niet van uitgaan dat degene die het oordeel velt, dat die net zo'n specialist is als jij. Dat is dan juist de grap. Ik kan hem even tegen. Dit stukje.
Zo staat in het deelproces verbaal dat geen gebruik van geweld in de zin van een worsteling of meesleuren is aan te tonen op grond van het rustige loopspoor het weiland in. Dit zegt echter nog niets over de mogelijkheid van het schijnbaar vrijwillig meelopen onder bedreiging van een mes. Ik ben razend benieuwd van wat het schijnbaar vrijwillig meelopen eigenlijk inhield. Hoe ziet dat eruit? Is dat een juridische term of zo? En dat staat in een deelproces verbaal? En waar is de bronvermelding? Het deelproces verbaal? Hoezo is er een het deelproces verbaal? En hij vindt het echt nog lang niet erg genoeg. De schrijver van dit stuk dan, hè? En laten we medelijden hebben met de mederouwen. Met de familie Vaasra. Hier staat, waarop is het meest waarschijnlijke scenario van vrijwillige aanvang gebaseerd? Vraagteken. Daar is dus weer quotatiefout. Is gewoon om het even lollig te houden. Dit is fout. En dat is fout. En dit dat is eigenlijk een nieuwe paragraaf moeten zijn. Want volgens mij zitten we nog steeds in de inleiding. Nou, het antwoord waarop de meest waarschijnlijke scenario's van vrijwillige aanvang gebaseerd zijn, dat zijn er 1, zullen we even mee, 1, 2, 3, sorry. Zes zijn het er dus. Het meest waarschijnlijke scenario van vrijwillige aanvang is gebaseerd op, in combinatie met de constateringen vastgelegd in de, je begrijpt wel dat die gaat liegen, dat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het opwachtscenario. Daar is inderdaad een groot probleem mee. Omdat verdachte heeft verklaard dat hij op z'n vroegst om 2:30 ging controleren of ze koe moest kalven. En ik zei in de vorige uitzending dat hij met zijn koe aan het kalven was. Dat was niet waar. Hij ging controleren of hij die koe moest kalven. En dat was niet zo. En dat was dus 2:30, 2:55 werd hij wakker. Want hij ging even checken bij de koe. En toen dacht hij, ik ga een eindje fietsen. Nou, aangezien het van Oud-Woude naar de Jeltinga-laan. Dat is niet om de hoek. En als je net gecontroleerd hebt dat je koe moet kalven, heb je waarschijnlijk je klompen aan. En als je daarna een eindje wil gaan fietsen, dan moet je toch echt eventjes een jas pakken en wat je nog maar meer wil. Je herdersmes pakken of zo, weet ik veel. Maar je moet in ieder geval even voorbereiden. En als je dan 2:00 op de Jeltinga-laan moet zijn om haar op te wachten. Ja, dat kan dus niet. En het heeft geen enkele zin om hier op te gaan lezen dat het opwachtscenario niet logisch is.
Want het is de mensen in de rechtszaal en hopelijk ook de rechter. Alleen maar belangrijk dat je weet hoe het zat. En niet welke fouten er allemaal gemaakt zijn. En de reden daarvoor is, volgens Henk J. Maus, in ieder geval degene die dit ondertekend heeft, wie dat ook maar is, die reden van het opwachtscenario dat het niet logisch was, dat is volgens deze auteur onder meer door proefondervindelijk te testen dat het waarnemen van fietsers op het fietspad dusdanig moeilijk was dat niet op tijd geconstateerd kon worden of het een meisje of jongen was. En die moet je even onthouden. Want hier heb je echt meneer puntje puntje aan het woord. Want later gaat gezegd worden dat Jasper Steringa helemaal bevangen was. In één keer. En dan nemen we de volgende. Geen beschadigingen op de fiets van slachtoffer zijn gezien die kunnen duiden op een gedwongen stop. Dus dat is allemaal vastgelegd met de constateringen in de deelbevees, waarop het meest waarschijnlijke scenario is gebaseerd. Geen huidverwondingen bij slachtoffer zijn aangetroffen die op zo'n gedwongen stop kunnen wijzen. Ik begrijp echt niet wat de samenhang is tussen deze opmerkingen. In constateringen, in combinatie met de constateringen, vastgelegd in deel PV's, dat dit niet logisch was, lijkt me nogal wieders. Want hij was op z'n vroegst om 1:30 opgestaan. En Marianne Waadstra is op z'n laatst om 2:00 door de tunnel heen gegaan. Zij kon haar niet opwachten qua tijd. En dat had niks te maken met proefondervindelijk testen van waarnemen. Of het een jongen of een meisje was. En daar gaat hij later nog over liegen. En dit heeft er ook helemaal niks mee te maken. Want waar bepaal je dat van? Misschien zaten er wel beschadigingen op Marianne haar fiets. Maar die waren verklaarbaar. Want ze was een week daarvoor was ze gevallen en dan was hartstikke lachen. Met de vriendinnen, een of ander, iemand maakte een hele domme grap. En toen vielen ze met z'n allen, toen zat er een kras in de fiets. Geen huidverwondingen zijn aangetroffen die op zo'n gedwongen stop kunnen wijzen. En dit is weer smerig. Want zo dadelijk gaat hij het wel hebben over huidverwondingen. Dus als je met mij meeleest, dan ben je net als Gandalf die even een robbertje gaat knokken met de balrog. Geen negatieve commentaren op deze audio AUB. Behalve daar waar ik fouten maak. Daar mag je me op corrigeren. En voor de rest is iedereen die geen respect heeft voor het leed van de familie Waadstra Romeinen 20, vers 19.
Maar dat is gewoon om jullie te pesten. We gaan even door. De tijdsruimte na nulpunt foute tijdsduiding. De ruimte had kunnen bieden voor een ontmoeting omdat vrijwel geen getuigen langs de Keningswijk zijn gefietst. Begrijpt u? Begrijp ik hem? Een onbekende, en daar komt die, het konijntje, de Playboy-aansteker. In, en nou hebben we ook een hele leuke, want dit is ook heel aardig. Want als jullie even terugkijken, ik ga het niet nu doen. Maar als je de moeite neemt, dan ga je terug en dan zie je op de vorige pagina rugzak staan. En hier staat het rugzakje. De verwurging was met de rugzak en de Playboy aansteker, die zat in het rugzakje. Om bijna boos worden op jullie Nederlanders. Dat je dit niet ziet. Of niet naar luistert. Het gaat wel gewoon om. Het was gewoon. Het hoort niet. En ik ben niet boos op niemand niet. Misschien kan Henk Maus er ook wel niks aan doen. In de behuizing van de aansteker een haardeeltje werd gevonden waarvan het mitochondriale profiel. Nou, dan moet ik echt. Nou krijg ik echt smiley hoor. Wat best leuk, want dan krijg je ook biologielessen. Dit is niet alleen. Ik krijg niet alleen les in metafysica en logica en hoe Nederlands in elkaar zit. Nee, ook gewoon biologie, want daar weet ik ook wat van. Het mitochondriale profiel overeenkwam met dat van het DNA-daderprofiel. En die moet je even voelen. Want het mitochondriale profiel, dat gaat hij later nog uitleggen, dat heeft te maken met familieverbanden. Deze overwegingen hebben geleid tot het aannemen van het meest waarschijnlijke scenario, zonder andere scenario's uit te sluiten. Dus misschien is het wel zo dat nadat Henk J. Maus of de man die, nou ja, in ieder geval iemand heeft dit requisitoor uitgesproken en de rechter is aan de slag gegaan en die heeft gezegd 0 of 1. Maar er zijn misschien wel andere scenario's, hoor. Dat kunnen we niet uitsluiten. Van een in aanvang mogelijk vrijwillige ontmoeting. Nou, als je het hebt over het wrijven van zout in een wonde, dan noem ik dit het wrijven van zout in een wonde. In het licht van de bevindingen uit 2008 sta ik achter deze. In het licht van de bevindingen uit 2008 sta ik achter deze bevindingen en dit scenario. Dus hij zegt hier dat hij in het licht van de bevindingen uit 2008 achter deze bevindingen staat.
maar nu niet meer. Voel je hem al komen? Hij zit hier een soort Lord of the Rings te portretteren met allerlei mogelijkheden. En zo dadelijk, dan heb je zoveel mogelijkheden gehoord dat je echt niet meer weet hoe het zit. En dan komt hij met het definitieve. En we zijn nog maar op pagina 14. Uit de verklaringen van de verdachte en getuigen is op geen enkele wijze gebleken dat verdachte en slachtoffer elkaar kenden op wat voor manier dan ook. Uit de verklaringen van de... Ik moest net een beetje boeren. Uit de verklaringen van de verdachte en getuigen is op geen enkele wijze gebleken dat de verdachte en Marianne en slachtoffer... Ik moet het ook voorlezen. En slachtoffer elkaar kende op wat voor manier dan ook. Nee, natuurlijk niet. Hoezo moet een 16-jarige vrouw uit Zwaag-Westeinde een oude boer met twee kinderen, die dus, nou ja, ik denk wel dat het waar is dat die man dus af en toe naar de dingesclub ging. Had hij misschien ook niet moeten doen. Daar wil ik verder niks meer weten. Maar waarom zouden zij elkaar kennen? Er is geen enkele reden voor. En de verklaringen van verdachte. Hij heeft al eerder gezegd dat verdachte liegt. Dus we hebben het over. Dus uit de verklaringen van de liegende verdachte. En getuigen. Welke getuigen? De getuigen. Van welke getuigen? Op wat voor manier dan ook, sorry. Wat willen we hier impliceren? Willen ze soms impliceren dat slachtoffer werkte in de bordelen waar die wel eens kwam? Ik weet echt niet waar die het over heeft. En daar word ik boos van. En ik vind het niet erg als iemand lulkoek praat. In de kroeg of zo. Dan schuif ik gewoon een kruk verderop. En dan maakt het me ook niet uit. Maar als je hier hebt over een officier van justitie die iemand voor 18 jaar de bak in gaat sturen en als ze bezittingen gaat ontnemen. Terwijl die andere familie is nog steeds gewoon de dochter kwijt. Ben ik de enige christelijke hier in Nederland? Duidelijk is geworden dat Marianne plotseling van de fiets is getrokken en zich hevig heeft verzet. Geen bronvermelding, geen foto, helemaal geen niks. Het is voor Henk Maus totally clear. En dit is een hele leuke. Over de aansteker wordt verklaard dat niemand deze ooit heeft gezien bij Marianne. Ja. Dus ze hebben dus een lijstje gemaakt. Het is echt te gek voor woorden. Kijk, om te weten of slachtoffer... Marianne Vaatstra, om te weten of Marianne Vaatstra die aansteker had... moet je dus gewoon iedereen die haar goed kende... moet je gewoon vragen, van, ken jij die aansteker? Dan moet je één voor één afgaan. Hebben ze een lijstje? Want niemand deze ooit heeft gezien. Ja, wie hebben ze dat dan gevraagd? Dit kan helemaal niet.
Oh man, wat leuk. Ja, je mag er niet om lachen. Ik weet dat je, maar ik moet er om lachen, want anders hou ik het niet vol. Ik hoop dat jullie mij dat vergeven. De verdachte geeft aan deze niet te kennen. En waarom zou die hem ook kennen? Ik bedoel, je bent een boer in Oud-Wouden en je ging een eindje fietsen. En dan houden ze een aansteker voor je neus, van een of andere Playboy-aansteker waarin gekrast is. In een soort van Turks-Arabisch of zo. En ja, dan heb je zoiets van, nee, die ken ik niet. Waarom niet? Want later gaat hij ook nog helemaal zeggen, ja, wacht, hij kende Marianne toch helemaal niet? Dus, wat als hij dat meisje helemaal niet kende, waarom zou hij dan die aanstekers kennen? Waarom is dat belangrijk? En dan zegt hij ook nog, uiteindelijk is vast, dan hebben ze nog, nou mag ik wel zeggen, uiteindelijk is vastgesteld dat soortgelijke aanstekers verkocht zijn in april 19 bij het tankstation aan de voor ja ik kan geen Fries Voorwei te Oudwoude, vlakbij het adres van de verdachte. Wat heeft dit onderzoek gekost? Waarom gaan we kijken naar welk tankstation dat soort aanstekers verkopen? Wat heeft de aansteker in de rugzak van slachtoffer te maken met het feit dat ze vermoord is? Wat voor haren daar ook maar in zitten. Ik begrijp het logische verband echt niet. En het feit dat ik leef in een land waarin ik jullie moet vertellen dat dit logisch gesproken niet klopt, dat vind ik angstaanjagend. Hij liegt lekker door. Kijk, hier moet hij er natuurlijk vanaf. Ja, want hij is begonnen over een onmogelijk verhaal. En hij moet van die aansteker af. Dus dan gaat hij van die aansteker af. Dus dan zegt hij, de aansteker zal niet worden betrokken in de bewijsvoering om de navolgende redenen, dubbele punt. Hier gaat hij, wel grappig, hier gaat hij dotjes gebruiken. En hierboven, allemaal streepjes. Vol, ja, ik mag niet speculeren, maar ik denk hier toch echt aan drugs. Minimaal een glaasje wijn. Nou, de verdachte ontkent het bezit van een dergelijke aansteker. Ja, dat lijkt me nogal wieders. Die zat in de rugzak van slachtoffer. Ja, kom op, ben ik nou gek? Waarom hebben die mensen in die rechtszaal toen niet de man die dit voorlas uitgelachen? Dat kan toch ook helemaal niet? Dat zou duiden dat er een langdurig contact was tussen slachtoffer en Jasper Steringa. En op een gegeven moment heb ik gezegd, nou, hier meisje, neem mijn aansteker maar mee. En, nou, dan kijk ik wel een keertje terug. En toen daarna heeft hij er gepakt op Koningin de Nacht. Dat kan helemaal niet, mensen. Jullie hebben een logisch denkvermogen. En je moet snappen dat dit niet kan. En je moet je daar zorgen over gaan maken. En conclusies uittrekken. Dat zeg ik tegen alle andere mensen die niet van de familie Waadstra zijn. Want die hebben gewoon, zoals we in Amsterdam zeiden, voor de kloot gehad. Dat zei ze niet in Amsterdam. Maar ze bedoel ik het wel.
Ik lees gewoon door, we zijn pas op pagina 14. De aangetroffen aansteker is dusdanig beschadigd dat hieruit een langer bezit kan worden aangenomen dan vanaf april 1999. Nou, smiley, smiley mensen. Want dat hele dure onderzoek wat ze hebben uitgevoerd, is dat even aangevoerd. Uiteindelijk is vastgesteld, en dat heeft de patiënten gekost, hè, dat soortgelijke aanstekers verkocht zijn in april 1999. Maar nou blijkt potjandorie, zeg. Hij als verdachte die aansteker had gehad, dan moeten we aannemen dat die oude, dat hij dus voor die tijd aangeschaft was. En dat was dat team hier niet verteld. Dus we hebben al die belastingcenten hier gewoon, ja, jammer. We weten wel dat die aanstekers verkocht werden in april 1999. Maar ja, helaas hadden we zeker moeten weten dat het voor die tijd al was. Want anders kan je die aansteker niet connecten aan verdachten. En de reden is dat je die aansteker niet kan connecten aan verdachten is omdat die aansteker niet te connecten is aan verdachten. Dus het verhaal van die aansteker, dat is gewoon opgevoerd, opgeklopt. Ze denken dat wij ontzettend dom zijn. En ja, de mensen die deze logica niet willen bestuderen en niet willen begrijpen hoe het in elkaar zit en zich over willen gooien van nou, we maken het uit, een meisje kwijt, krijgen we nieuwe meisjes bij. Maar dan hebben zij die dit soort documenten schrijven dus gelijk. En maak je daar maar eens zorgen over. Okidoki. Door met biologieles. Het mitochondriaal profiel van het haardeeltje is zowel bij andere familieleden, verre verwanten binnen de familie van de verdachte, als ook bij andere familienamen aan te treffen. Niet te bewijzen is dat de haren van de verdachte zijn. Dit moet je even, lees het even gewoon zelf na. Je moet naar de film kijken. Dan zie je gewoon de echte tekst staan waar ik mij boos over maak. En ik hoop dat dit gewoon een hoax is. Dit is niet echt. Dit kan toch niet geleid hebben tot het veroordelen van een boer uit Oud-Woude? Of ben ik gek of zo? Het mitochondriaal profiel, dat is één woord. Of een streepje ertussen. Niet het mitochondriaal van het profiel. In het Nederlands mag je net als in het Duits woorden gewoon samenvoegen. Van het haardeeltje. Nou goed, welk haardeeltje? Ze bedoelen het haar wat ze gevonden hebben in die aansteker. Maar haardeeltje, misschien zaten er wel twee haardeeltjes in. Misschien waren ze in stukjes gebroken. Maar het mitochondriaal profiel daarvan is zowel bij andere familieleden, verre verwanten, binnen de familie. Zijn we er nog mensen? Hè? Familieleden, verre verwanten, binnen de familie van de verdachte. Dus voor mij mist hier een komma. Dus andere familieleden, verre verwanten, binnen de familie, komma dan. Hè? Dus je hebt familieleden, verre verwanten binnen de familie en mensen met dezelfde. En nu moet je echt in je broek gaan pissen van het lachen. Familienamen. Dit noemen wij inquisitierechtspraak. En het is weliswaar zo dat Henk Maus, de zogenaamde Henk Maus,
dit gebruikt om iets te ontkrachten. Maar aan de andere kant zegt hij het wel. Dus heel gevaarlijk taalgebruik. Om jullie nog meer angst aan te jagen. We gaan erom lachen hoor, kom op. Het is helemaal niet erg, man. Het is bijna 16 jaar geleden, man. Dat Marianne Vaatstra. Kom op. Nieuwe tijd. Maar we vergeten het niet. En we vergeven dit zeer zeker niet. In ieder geval niet wat ik betreft. Mij betreft. Ik vind het schandalig. Dat de aansteker heeft bijgedragen in de... Dan gaan we weer. Hypothese dat sprake zou kunnen zijn van een verdachte uit de plaatselijke bevolking in de ruime omgeving van het plaatsdelict is duidelijk. Wel bijgedragen. Zijn jullie er nog bij? Het bewijs rondom de aansteker gaan we gewoon van tafel vegen zo dadelijk. Heeft er niks meer mee te maken. Maar het heeft wel bijgedragen. In de hypothese. Jullie begrijpen me nog wel, hè? De veronderstelling. De aansteker heeft bijgedragen in de veronderstelling dat de verdachte uit... even kijken. Dat de aansteker heeft bijgedragen in de veronderstelling dat de verdachte uit de omgeving kwam. Punt. Dus de aansteker heeft bijgedragen in de veronderstelling dat de verdachte uit de omgeving kwam. Weliswaar is er geen enkele connectie tussen de aansteker en verdachte. Maar hij heeft er wel toe bijgedragen. Die aansteker bedoel ik dan. Snappen jullie hem? Hoe je hier bij de neus genomen wordt. Hier wordt met je voeten gespeeld. En je kan mooi zien hoe psychopathie werkt. Dus voor degene die nieuwsgierig zijn en niet bang. Dat is hetzelfde. Je moet gewoon nieuwsgierig zijn en niet bang. Moet je gewoon lekker doorlezen. Samen met mij. Ik heb meer uren besteed aan het lezen van dit werk dan dat jij, kijkeraar, luisteraar, ooit zal doen. Ik heb al het voorbereidende werk al gedaan. Dus lees lekker met me mee. Gaan we nog lachen? Dan krijgen we nog pagina 51. En op het eind krijg je nog samenvatting. Dan pies je echt in je broek. Die heb ik aan een advocaat laten zien. En die werd een beetje bleek om zijn neus. Kom op. Voor hetzelfde geld loopt alles goed af, mensen. Oké. In de ruime omgeving van het plaatsdelict is duidelijk, maar, kom een fout, is zeker niet het enige en doorslaggevende argument geweest voor de uiteindelijke aanbeveling van het 3D-team voor een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. Oké, we weten nog van de eerdere pagina's dat er een duwen en trekken was. En dat Hilbrand Nawijn, die wilde een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. Maar dat was een eikel. Maar nu hebben we dus het 3D-team. En die wilden een grootschalig verwantschapsonderzoek. En dat is dus wel goed. Daar gaat hij het zo dadelijk op aansturen. En dan krijgen we nou een mooie. Dan gaan we opsommen. De andere bouwstenen zijn. Geweldig. Bouwstenen waarvoor? En wat voor een bouwsteen eigenlijk? Het gebruik van een fiets gelet op het aangetroffen trapperspoor in de greppel dat niet afkomstig was van de fiets van slachtoffer.
Sorry. Dit lijkt me net Wim T. Schippers. Het gebruik van een fiets gelet op het aangetroffen trapperspoor in de greppel dat niet afkomstig was van slachtoffer. Dit in combinatie met tijdstip des nachts. Het is toch gewoon Marquise de Cantecler. En je hebt Olie B. Bommel. Martin Tone. Het gebruik van een fiets. Nou, en dat gaan we natuurlijk hebben over Dynacap. Dat zullen wel weer Joden zijn. Dat maakt me ook niet uit. De bevindingen van Dynacap die ruimte aantonen voor een moment waarop geen getuigen aanwezig waren op de Keningswei. Ja, nou eventjes heel, ik wil gelijk even stilstaan, maar hier staat dus geen punt. Ja, dus op zich mag, ja, als je een opsomming doet, je hoeft niet alles. Maar je moet wel, ja, kijk, als je hier geen punt doet, moet je daar ook geen punt doen. En, oké. Gebruik maken van voorhanden zijnde middelen. Geen meegenomen rape kit. Oké, nu kan je hier echt boos over worden, want volgens mij, ik heb geen zin om terug te gaan, maar vorige keer stond er een streepje tussen. En nu word ik weer geconfronteerd met een term waarvan ik echt niet weet wat dat is. Het daderprofiel waarin gesteld wordt dat de dader mogelijk een uitvalsbasis had op wel 20 kilometer van de plaats delict, maar waarschijnlijk ligt deze op minder dan de helft van die afstand, hoogstwaarschijnlijk binnen een straal van 5 kilometer. Zo, dat is mooi. Dat is het daderprofiel. En wat is de bronvermelding? En hoe kom je daartoe? Vaststelling van het DNA-profiel als een zeldzaam profiel. Nou, dat is gewoon helemaal niet waar. Want ze hebben het over een West-Europees profiel. Van een dader van West-Europese afkomst, zowel het mannelijk als vrouwelijk profiel. En dan moeten we eigenlijk terug naar. Oeh, sorry. Op pagina 17. Oh, dat komt zo dadelijk nog. Dus hier moet je echt mee oppassen. Want dit moeten we dus onthouden met z'n allen. Ja. Want zo dadelijk op pagina 17. En we zijn er maar op pagina 15. Ja. Maar op pagina 17 gaan ze hierover liegen. Blijf lachen allemaal. Gaan we nu door. DNA-profiel. Dit is volgens mij de eerste bold aanduiding sinds de aanduiding inleiding. Dus dit is als iemand ooit, nou, als je bijvoorbeeld op school zit, HAVO, VWO of zo. Dit hoef je wel niet te flikken in een werkstuk. Dat moet allemaal kloppen met inleiding, verantwoording. Hier wordt gewoon ingeflikkerd DNA-profiel. Dus dan zou ik verwachten dat ik nu een beschrijving krijg van het DNA-profiel van dader. Dat is helemaal niet waar. Hij gaat het hier hebben over wat DNA-profiel inhoudt. En dat is rete ingewikkeld. Dan kan je rustig 40 uur studie van DNA, dan kom je wel ergens of zo. Maar het is heel ingewikkeld allemaal. Het is allemaal niet makkelijk. Er is niet een DNA-profieletje of zo. Als dat je met je mobieltje even zo.
dat bestaat niet. Het heeft allemaal te maken met wat DNA precies is. Dus nu krijgen we biologieles. Ik hoop dat jullie allemaal dit hele stuk al gelezen hebben, zodat ik niet alles hoef op te lezen, maar ik zal het toch doen. Het belang van DNA is evident. Nou, oké. Okay. Dit is niet waar. Qua biologie, kijk, dat wij zijn een samenstelling van cellen. En die hebben zich gevormd in organen. En we hebben dus een uiterlijkheid, een wand en een innerlijkheid. En in onze cellen is die innerlijkheid ons DNA. Dat is ons verhaal. Dat is wat wij verteld hebben, wat wij gezien hebben. Dat is ons DNA. En daar zit, en dat noemen ze dan karma. In het Indusgebergte komt die term vandaan. En wij noemen dat de wet van oorzaak en gevolg. En je ziet het ook uitgedrukt in de Terminator, waarbij Arnold Schwarzenegger in zijn blote reet gewoon op het asfalt gesmeten wordt en hij moet maar zien hoe hij ermee wegkomt. En ons DNA, het is een tijdelijke opname. Het DNA verandert namelijk. Je kan ook DNA-therapie ondergaan. En dan veranderen ze je DNA. Het DNA kan veranderen. En het beste is dat je je DNA verandert aan de hand van je eigen waarneming. En dan met name van de waarnemingen die kloppen. En dat je het op de goede manier ziet. En dan ben je healthy. Dan heb je ook healthy DNA. Wie mij niet wil geloven, die moet maar op het internet gaan kijken. Naar de biologie der ervaring. Of Rupert Sheldrake. Maar in ieder geval, het belang van DNA is evident en heeft een enorme technische ontwikkeling doorgemaakt. Dus hier staat dus dat het belang van DNA, dat heeft een enorme technische ontwikkeling doorgemaakt. Dat kan dus niet. Hè? Het belang kan niet een technische ontwikkeling doormaken. Hè? Ik kan ook wel zeggen, de stelling van Pythagoras is groen. Maar dat is dan mijn indruk. Hè? Maar het belang van DNA heeft een enorme technische ontwikkeling doorgemaakt. Dat is geen zin. Ik kan net zo goed niet zeggen. Waardoor DNA steeds nauwkeuriger ontleed kan worden. Ja joh. Want hoe moet die ontleding dan? DNA-sporen. Wat zijn dat eigenlijk? DNA-sporen, bieden die mogelijkheid vanwege hun uitzonderlijk persoonsonderscheidende vermogen. Hey, we hebben het hier over een juridisch stuk en het mag echt bestudeerd worden door iedereen. En vooral jonge mensen wil ik uitnodigen om hier even naar te kijken en niet naar mijn gezeik te luisteren. En zelf te oordelen wat je hiervan vindt. Want als je dit soort bullcrap voor voedsel neemt,
en denkt dat de schade die deze bullcrap oplevert, jou niet zal malen. Waar denk je dat je mee bezig bent? Dus luister even door. Oké, het persoonsonderscheidende vermogen. Nu gaan we lachen hoor. Wat is persoonsonderscheidende vermogen? Dubbele punt, krijgen we een opsomming. Hè? We hebben dus hier het autosomale persoon. Daar komt het later op terug. En dat dit zo is, dat is inmiddels ook al ontkracht. Want iets wat erg onwaarschijnlijk is, kan toch voorkomen. Ja, vind je het gek. Als je een beetje naar Rupert Sheldrake en die andere man wiens naam mij nu even niet binnenschiet. Van The Biology of Perception. De biologie der ervaring. Natuurlijk kunnen twee mensen de wereld op dezelfde manier ervaren. Is niet per se met een een-eiige tweeling is het waarschijnlijk ook niet altijd precies hetzelfde, maar ik weet het niet. In ieder geval autosomale overeenkomst, het heeft een frequentie en dat betekent dat het is niet onmogelijk dat het haardeeltje wat in die aansteker zat, niet van jou was. Of andersom. En wat zegt het überhaupt? Dat er een haardeeltje van jou in de aansteker zat, die zat in het rugzakje. Van een meisje of een jonge vrouw van 16 die op 1 mei er niet meer was. Ben jij dan de schuldige? Anyway, we gaan weer lekker door. Nu gaat hij ingewikkeld doen. Dan krijgen we het y-chromosaal DNA-onderzoek. Ik zeg het even op zijn Engels, maar voor mij is het gewoon Y-string research of zo. Y-string. Het heeft iets te maken met X- en Y-chromosomen. Is onderzoek van het DNA dat zich in het Y-chromosoom bevindt. Alleen mannen hebben een Y-chromosoom en dit wordt in principe onveranderd doorgegeven van vader op zoon. Broers hebben dus hetzelfde Y-chromosomen. Y-chromosomale DNA-profiel, tenzij zij halfbroers zijn met verschillende vaders. Hetzelfde geldt voor hun achterneven in de mannelijke familielijn. Het is familiespecifiek, maar niet uniek. Braki, braki, braki. We beginnen met de eenvoudige taalfouten. Hier had een komma moeten staan. Dus familie specifiek. Maar wat is een familie? Halfbroers. Verschillende vaders. Achterneven. In principe onveranderd. Het wordt in principe onveranderd doorgegeven. Maar waar het nou belandt, halfbroers, achterneven, niet uniek. Dus wat heb je dan eigenlijk aan dat eistringonderzoek? Daar mogen jullie even over nadenken. Want jullie geloven allemaal in DNA-onderzoek. Ik ken jullie.
Ken jullie uit de kroeg? Als je begint over Marianne Vaasreden, zeg je, nou zo lang geleden. Maar denk nou eens even na. Want dit gaat ook over jou. Als je de lul bent. Of vind je het wel best dat een boer uit Oud-Woude met twee kinderen voor 18 jaar de bak indraait voor iets wat hij helemaal niet gedaan heeft. Maar ja, je moet toch iemand aanwijzen? Krijgen we de tijden van de Inquisitie gewoon weer lekker terug. Dit is ook een leuke. Tevens kan eichromosaal DNA. En dat misschien ook een streepje tussen mogen. Informatie verschaffen in de mannelijke lijn over de etnisch-geografische oorsprong van personen. Oh ja, joh. We hebben het al eerder gehad over wat een Caucasier is. Wat een Ariër is. En onze, ja, wij die, ik denk met het woord Engels, predominant. Wij die overheersen op de noordelijke gebieden. Maar wij hebben gewoon broers en zusters, die zijn zo zwart als de nacht, man. En die hebben hetzelfde DNA. Die denken precies zoals wij. Die zien ook al die mooie dingen om ons heen. Maar meneer Henk Maus niet. Die gaat weer echt heel lelijk doen. En hier gaat hij ons weer echt behandelen als een stelletje kleuters. Laat ik dan... Ik lees het toch voor, kom, voor de lol, ja? Want iedereen luistert toch nog, ja? Oké, dan moet ik een beetje lachen. Mitochondriaal DNA-onderzoek, MT, wordt verricht op het DNA in de mitochondriën. En dat staat erachter. Oké, ga je al maar eventjes... Heb je misschien nog... Nou, dat is echt... Energiefabriekjes van de cel. Oeh. Ik sluit op. Die bevinden zich buiten de celkern. Oh, ja joh. Dat hadden we er echt niet verwacht. Hè? Van, je hebt dus de kern van de cel. Daar zit DNA in. En dan heb je nog dingen daarbuiten. Dat kan toch niet? Ja, dat kan wel. Je hebt namelijk de celwand. Dan heb je gewoon al die meuk zit erin. Waaronder inderdaad mitochondria. En die doen inderdaad iets met... Dat zal allemaal heus wel kloppen. Ja? Het zijn trouwens geen energiefabrieken. Want een fabriek, dat is een ding wat verbrandt koolstof. Maar misschien doen ze dat wel. Misschien verbranden ze daar wel koolstof, weet ik veel. Maar het wordt hier afgedaan alsof het allemaal heel erg eenvoudig is. En dat is helemaal niet zo. Het mitochondriale DNA erft in principe onveranderd over van een moeder op haar kinderen. Ook dit is dus niet uniek. Een grootmoeder, haar kinderen, dochters en zonen en de kinderen, dochters en zonen van haar dochters hebben allemaal hetzelfde mitochondriale DNA-profiel. Nou, haar kinderen, daar staat achter dochters en zonen. Excuse me? Is er een verschil tussen kinderen en dochters en zoon? Hop. Weer buiten de midden. Van moeder op haar kinderen. Ja? Dus dan had je toch daar ook kunnen zeggen... op zowel een dochter als een zoon. En hier gaan we kinderen, dochters en zonen. Kinderen, dochters en zonen. Dit is
paginavulling. Van haar dochters hebben allemaal hetzelfde mitochondriale DNA-profiel. Ook mitochondriaal DNA kan... Kan informatie verschaffen in de vrouwelijke lijn over etnisch-geografische oorsprong van personen. Ja natuurlijk. Maar waar komen die mensen dan vandaan? Zuid-India? Hier wordt iets gepretendeerd wat niet is. En dat maakt me niet echt heel veel uit. Behalve natuurlijk dat de dader van hetgene wat Marianne Vaastra is overkomen, die loopt naar mijn mening nog gewoon vrij rond. En naar mijn mening waren er ook meer mensen bij betrokken. Ik spreek het maar even uit. Niemand vindt dat leuk natuurlijk dat ik dat zeg. Maar ik zeg het maar even. Ik lees er even voor. Hè. Het eerste opsporingsteam heeft in 1999 buiten de standaardvergelijking de buitengewone mogelijkheden van DNA onderkend en is hier ook mee aan de slag gegaan. Er staat hier het eerste, dat had gewoon EERSTE kunnen staan. Voor degene die dit alleen maar luisteren voor Nederlandse les, hier had dus EERSTE moeten staan. Dit mag wel, maar dit woord ken ik niet. Het ken ik helemaal niet. Ik weet helemaal niet wat een standaardvergelijking is. Ik weet wel wat een standaardafwijking is. Het heeft te maken met statistiek. Maar een standaard vergelijking, echt niet. En de buitengewone mogelijkheden van DNA, squeeze me. De mogelijkheden van DNA, kan DNA iets? Volgens mij bedoelt hij zoiets als de buitengewone mogelijkheden om een willekeurig iemand eventjes de bak in te sturen voor 18 jaar. Dat bedoelt hij hier. Daar kan je DNA prima voor gebruiken. En is hier ook mee aan de slag gegaan. Bij het forensisch... Even kijken hoe ver ik doorga. Jullie lezen met me mee, hè? Bij het Forensisch Laboratorium Onderzoek Leiden, FLDO, en ga er maar vanuit, die afkorting wordt niet herhaald. Dus is niet nodig. Is in 2000 vastgesteld door professor, dokter... ik weet echt niet of achter die prof had er ook een punt moeten staan, maar nu ga ik twijfelen. Maar de Knijf, waar zijn zijn voorletters eigenlijk? Maar misschien was er wel één de Knijf in het jaar 2000, die bij dat het Y-chromosomale profiel zeer veel voorkomt in de populatie van Noordwest-Europa. Nou, dat is mooi. We hebben ook nog een bronvermelding. Maar die ga ik aan het einde pas doen. Maar we snappen wel dat het OM
op, ja, ja. Het OM brengt maar één persbericht per dag uit. Hè? Liegen heet het. Arresteer me maar. Even kijken. Wat ik hier bedoelde van strijdig pagina 15. Uit een duidelijk profiel dat in hetzelfde jaar werd opgemaakt, werd gedacht aan een bekende uit de buurt van het plaatsdelict. In ieder geval in een kring van 15 kilometer. Om die reden wilde Peter R. de Vries met een kort geding, oktober 2000, een grootschalig DNA-onderzoek. Oké, net als Hilbrand naar Wijn. Wat door het Openbare Ministerie steeds geweigerd werd. De reden hiervoor was dat het om 20.000 personen zou gaan, waardoor de hoeveelheid weigeraars erg groot kon zijn en de kans op slagen minim. Nou, geef even naar links. Uit een daderprofiel werd gedacht. Ja, dit gaat dus eigenlijk niet. En pagina 15 even terugpakken. Ja, precies. Want hier staat dus hoogstwaarschijnlijk binnen een straal van 5 kilometer. In ieder geval in een kring uit de buurt. Ja. Lees maar met me mee. Het gaat om logica. Het gaat niet om het aan de muur nagelen van Henk J. Maas. Ik wil gewoon dat jullie hierover nadenken. En dat jullie ook begrijpen in wat voor maatschappij je leeft. Waarin mensen voor 18 jaar de bak in worden gestuurd op basis van dit soort bagger. Of zoals ik tegen mijn dochter zei, het kwade is om te leren kennen en het goede is om te leren doen. Als, nou, ik lees gewoon weer even door. We gaan weer lachen. We houden het vrolijk hoor. Je kan het gewoon uitluisteren, maakt niet uit. Morgen stond weer op. Om mij vrolijk te houden. Oké. Een vraag die geregeld gesteld is. Als het grootschalig DNA-onderzoek destijds onder 20.000 mensen in 2000 zou zijn gehouden, zou de moordzaak op slachtoffer dan eerder opgelost zijn geweest. Ja. Waar ze het dus hierover hebben, van er is dus een lichaam gevonden van een jonge vrouw. En dan ga je een biologische monsters nemen. Dan ga je een DNA-profiel van opstellen. En dan ga je iedereen in een omgeving vragen om wangslijm af te staan. En dan ga je kijken waar jouw profieletje een beetje mee matcht. Huh? Dat je zegt, nou, dit vind ik een 100% match. Dat bepaal jij dan even. Dan heb je de dader te pakken. Ik heb dan gewoon de vraag. Waarom was dat meisje daar? Ik zou gewoon bij het begin beginnen. En mijn dochter, die mag zo laat thuiskomen als ze wil. Maar ze wordt wel thuisgebracht. En zo not. Ja, ze heeft een hele aardige vriend. Die komt niet in die jongen op.
om haar ook maar een kilometer hier door donker Arnhem te laten fietsen. Die brengt haar altijd thuis. Dat is nou juist het nut van een vriendje. En dit heeft er helemaal niks mee te maken. Want er was hier iets aan de hand. Ik vind het van belang deze vraag hier te beantwoorden en uitleg te geven richting familie en maatschappij. Het antwoord is nee. En wel om de volgende redenen. Krijgen we weer een opsomming. Wanneer gaat weer liggen? En hier schrijft hij nee met hoofdletters. Dat noemen wij weer schreven. Dus hij heeft het gewoon in de. Degene die het voor moest lezen, die heeft in de rechtszaal. Nee! Ik vind het van belang deze vraag hier te beantwoorden en uitleg te geven richting familie en maatschappij. Het antwoord is nee. Even kijken hoor. Het ging er dus om, als je eerder DNA-onderzoek had gedaan, had dat niet geholpen. Dus het is bij DNA-onderzoek helemaal niet vreemd dat je daar, even tellen, 13 jaar mee wacht ongeveer. Pak een beet, 12 jaar mee wacht. Dus met DNA-onderzoek moet je gewoon langzaam inzetten. Want, punt 1, en dit is, even kijken, de volgende pagina. Ja. Dit is punt 1. Voor het slagen van een dergelijk onderzoek dient de bereidheid tot medewerking van de bevolking zeer groot te zijn. Gelet op het wantrouwen richting OM. Oh my shaky. Gelet op het wantrouwen richting OM. Ik lees het gewoon letterlijk voor. Hè. Tussendoor lach ik een beetje, maar dan moet je maar gewoon negeren. Over het onderzoek en de ambivalente houding richting asielzoekers was die bereidheid onvolledig. De ambivalente houding richting asielzoekers. Ja, het was gewoon. Kijk, er was een dame in die regio en die bracht het plaatselijke suffertje in de rondte. Zo noemden wij dat in Amstelveen. Het Amstelveense suffertje en het Uithoornse suffertje. Gewoon zo'n lokaal blaadje met allemaal advertenties van middenstanders. En wanneer de bingoavond is. En, dat blaadje moet ook in de rondte gebracht worden. En die kreeg iedere keer opmerkingen als ze door het tunneltje ging. En het waren elke keer van die, hoe zullen ze noemen? Bontkraagjes, bruino's, asielzoekers, mensen die niks te doen hebben, van een jaar of 16. Ja. Dat creëert een ambivalente houding, denk je niet? Voor een groot aantal, en daarmee bedoelen ze dus natuurlijk, hè, de bevolking. Want die asielzoekers, hè, daar gaat hier niet om. Hè. Die asielzoekers, die was niks te verwijten. Dat is nooit een probleem geweest. Het ging nooit om mensen die verbleven op het terrein van de poolplaats. Zijn jullie nog bij mij? Hebben jullie dit goed begrepen? Dat je hier ernstig zorgen over moet maken. Ik doe dat niet voor de katsekut. Om de dader te traceren, moest hij zelf DNA afgeven, omdat het om volledige vrijwilligheid gaat
en alleen autosomaal kon. Als de verdachte niet zou hebben meegedaan, was er geen andere wettelijke mogelijkheid. Nou, ik hoop dat ik jullie inmiddels voldoende logica en Nederlands geleerd heb, dat je zelf nu kan zien dat je voor deze zin niet eens een 4 geeft. Een 1 mag die hebben. Om de dader te traceren moest hij zelf DNA afgeven. En dit staat weer in hoofdletters. En hier ontbreekt een komma. Omdat het om volledige vrijwilligheid gaat. En alleen autosomaal kon. Nou, en nu kan je dus weer even de piespot gaan pakken. Want had heeft vrijwilligheid. Daar gaat het om. Vrijwilligheid gaat. En vrijwilligheid kan alleen autosomaal. Nou, als je dit luistert en je zit nog op de middelbare school, dan moet je echt naar je leraar Nederlands gaan en vragen, wat heeft volledige vrijwilligheid, dit begrip, te maken met autosomaal? En waarschijnlijk word je dan gewoon van school gestuurd. Stoute, opstandige leerling. Hier wordt gewoon iemand veroordeeld tot 18 jaar in de bak. En dat doen we gewoon zoals we dat zelf willen. We praten gewoon uit onze kont. Als verdachte niet zou hebben meegedaan. En hier staat weer een hele lelijke. Dit vind ik zelf de allerlelijkste. Als ik zelf een mail krijg en deze fout staat erin. Ik zal even inzoomen. Maar deze fout is, hè? Een spatie voor de komma. Dat vind ik zo lelijk. Daar krijg ik echt helemaal de kriebels van. Was er geen andere wettelijke mogelijkheid? Als de verdachte niet zou hebben meegedaan, was er geen andere wettelijke mogelijkheid. Waarvoor? Ze wisten al dat de verdachte het gedaan had, maar ze zochten naar een wettelijke mogelijkheid? Dat staat er, mensen. Ik praat niet uit de achterkant van mijn hoofd. Dit gaat over een 16-jarige vrouw die er niet meer is. Binnen de... Laat me maar blijven lachen. Dit is voor, dan minimaal voor de familieleden. Neem nog een kopje thee. Doe hem even op pauze. Dan ga je even thee zetten. Binnen de hoge groep van enkele duizenden weigeraars zou de verdachte zeker niet naar voren zijn gekomen, gelet op zijn onopvallend gedrag. Nou, een hoge groep, dat kan niet. Denk er maar even over na. He, je kan een grote groep hebben en een kleine groep. Maar je kan niet een blauwe groep hebben. En net zo goed, je kan niet zeggen punkers of complotdenkers. En je kan ook niet zeggen als de hoge groep. Hij zou wel kunnen zeggen, volgens een bepaald model, maar dan moet hij noemen welk model dat is en welke parameters daarin gestopt zijn en hoe die parameters gemeten zijn. Volgens dat model zouden enkele duizenden niet meegedaan hebben. En dat aantal is te hoog. Dat zou hij wel kunnen zeggen, maar dan moet hij zeggen waar hij het over heeft. En de hoge groep van enkele duizenden weigeraars. Ik weet echt niet waar dat op slaat. Het is gewauwel uit je nek.
en zou de verdachte zeker niet naar voren gekomen zijn, comma, gelet op zijn onopvallend gedrag? Het staat helemaal nergens op. Even naar links kijken. Ik wil dat jullie echt meelezen, want ik kan er echt van leren. Plotverrekening, het is je overheid die dit doet. Even denken hoor. Kijk gewoon met me mee. Ja, hier zat hem gaan. Je mag dit requisitoor, als het al waar is, maar als het niet waar is, is het ook schandalig. Dan kan je zelf ook downloaden. Je kan zelf ook gewoon alle typfouten nakijken. Ik heb de wijsheid niet in pacht. Dat is het verschil tussen mij en de auteur van dit werk. Die volgens mij tevens dit heeft voorgelezen. Dat weet ik natuurlijk niet zeker. De verdachte heeft uitgebreid verklaard over zijn beslissing zijn geheim verborgen te houden om zijn gezin te beschermen en zou, zo kort na het delict, zeer waarschijnlijk niet meegedaan hebben. Dat heb ik achtergeschreven, maar zijn familieleden dan? Want ze konden toch de dader pakken via zijn familie. Daar hebben we er toch een paar pagina's geleden over gehad. Voelen jullie al de hitte van de inquisitie in je nek? Daderspoor. De vorige paragraaf was DNA-profiel, als ik me goed herinner. En daarvoor was het inleiding. Ik moet me echt voorbereiden op. Ik word zo dadelijk echt effing mad. Want het allerergste komt nog. En ik heb respect voor iedereen die dit met mij wil uitzitten. En je oren open houdt. En niet bang worden. Heel belangrijk. Daderspoor. De bewijswaarde. Laten we lachen. De bewijswaarde van het DNA-profiel voor het delict is niet alleen afhankelijk van de zeldzaamheid en samenstelling, maar juist ook van de relevantie van het aangetroffen spoor tot het delict. Sorry, ik moet er echt van lachen. Van de relevantie van het aangetroffen spoor tot het delict. Daar slaat Henk J. Maus de spijker op de kop. Ja, want als je een spoor vindt, dan kan het heel zeldzaam zijn. Dat kan bijvoorbeeld de volgende ochtend kwam er een klein jongetje op zijn driewieler. Die kwam bij de Keningswei langs. En die vond een hele bijzondere paddenstoel. Of een hele bijzondere, nee, geen paddenstoel natuurlijk, want het was april. Maar een heel bijzondere, zeg wat anders. Voor mij wat een hoofddoekje of zo. Maar dat is toch niet relevant? Toch? Ga toch niet mee naar de politie?
Dus het is een dubbelzegging. En het woord relevantie, dat heeft die meneer weer eventjes bold geschreven. En hier ontbreekt een komma. Een aantal punten zijn hiervoor van belang. Even kijken hoor. Een aantal punten zijn van belang. Maar deze twee regels had niet gehoeven. Het is dezelfde afstand als hier. Dat had je niet hoeven doen. Ik bedoel, een aantal punten zijn hiervoor van belang. Die dit, deze een hier. Sorry. Opa. Die had gewoon daar kunnen staan. Ja? You get it? En nu hebben wij vierkantjes. En volgens mij hebben we de vorige pagina rondjes, of niet? Nee. Nou, oké. Okay. We hebben weer vierkantjes. Waar is het spoor aangetroffen? Hoe is dat spoor daar gekomen? Uit welk biologisch materiaal bestaat het spoor? Welk profiel is hiervan vervaardigd? Van wie is dit spoor afkomstig? En ik vraag mij dan af, waarom zijn die woorden waar, hoe, welk biologisch materiaal, welk, wie? Waarom zijn die onderstreept? Dan krijgen we hier een hele fraaie. En nu moet je echt bang gaan worden. Want hier staat een numerieke aanduiding. Ik heb het eerder over gehad. Dat je dus getallen onder de 20, die schrijf je uit. Huh? Heb ik gezegd. Hier hebben we dus het getal 12 twee keer uitgeschreven. En nu, als je goed oplet en goed naar me luistert, dan leer je van het kwade. En dat is goed om te doen. Want dan weet je tenminste waar je voor op moet passen. Als je het goede wil leren doen. Dat is een mooi nummer van de Stranglers, die Engelse band. Better watch out for the skin deep. Nou, hier krijgen we dus, we pakken het zo vrolijk mogelijk. Hè? We gaan nu echt helemaal omlaag. We zijn Gandalf met de Balrog, eventjes in de ballenbak. Don't worry. Er is porno, die is erger dan dit. We gaan even terugtellen van achter naar voren. Ik tel hier 1, 2, 3, 4, 5. Jullie ook. 1. Ik zal hem even naast houden. Oh, kom. Oh, kom. Yes, ik heb hem. 1. 2, 3, 4, 5. Ja, zijn jullie het met me eens? Dit zijn er 5. Ja? Dan ga ik terug. Hier tel ik 1, 2. Nou, hoeveel is 5 plus 2? Ik geef jullie even tijd om dit uit te rekenen. Zijn jullie uitgerekend? Zo 5 plus 2 soms 12 haakje openen, 1, 2 haakje sluiten zijn? Volgens mij niet. Nou, dit eerste ding, dat ga ik natuurlijk niet oplezen.
Het is natuurlijk wel, ik wil eventjes bij het laatste dingetje stilstaan. En als je zegt over beide lala en ja, bij, maar binnen, buitenzijde. Maar niet en binnen, buitenzijde. En dan dit slaat ook nergens op. Want wat is dat eigenlijk? En hoe komt het daar? En hier staat geen punt achter. En daar ook niet. En we gaan zo dadelijk controleren of het volgende punt er dan ook niet is. Want in principe mag je een opsomming maken zonder punten. Maar dan moet je wel al je opsommingen maken zonder punten, denk ik. Of niet? En jullie Nederlanders, jullie hebben dit document al sinds 2013 in bezit. En ik mag hier dan overheen gaan lopen pissen. Jullie moeten je schamen. Of ik moet heel blij zijn. Ik weet het ook niet. Ik mag dit gewoon doen. Oké. Tweede punt. Dus we krijgen dus 7 van de 12. Snap je het al? Bloedsporen tussen haakjes mengprofiel. Op de linker, maar met name op de rechterhandpols van Marianne. Oh ja joh. We hebben het hier over een officier van justitie die aan het woord is. Op de linker, maar met name op de rechterhandpols. Ik ga het eventjes aanwijzen. Maar dit, je hebt dus linker versus rechter. En je hebt hand versus pols. Waar zit dat spul dan? Bloed? Mengprofiel? Hebben ze soms een probleem gehad bij het NFI? Sporen uit nagelvuil aangetroffen onder de ondernagels rechterhand. Dus niet onder de linkerhand, dat weten we nou wel. Maar dit woord is overbodig. Schaamhaar uit schaamstreek van Marianne. Ik neem aan dat ze bedoelen schaamhaar van verdachte. Neem ik aan. Het staat er niet. En waarom moeten we het hebben over dit soort dingen? En ik zie nu over, deze opsomming heeft allemaal geen punt. Dus dat is dan mooi. Ja, dan krijgen we nu schaamhaar vanaf voorzijde jas, Marianne. Mogen jullie ook even over nadenken wat dat is? En wat is dit? Bemonstering linker dinges van slachtoffer. Ik zei net weer even van Marianne misschien, maar daar bedoel ik de voornaam mee. Hè? Want ik ken de haar niet. Ik vind het gewoon erg wat er gebeurd is. Bloedspoor op mouw van jas. En hier staat iedere keer van slachtoffer. Van slachtoffer. Van slachtoffer. Hier. Sorry.
weer. Ja. En hiermee, ja, onder nagelsrecht, bedoel ze waarschijnlijk ook van slachtoffer. Later komt hij nog een hele leuke taalfout mee. Dan gaat hij echt helemaal onderuit. Op zijn Friese doorlopers. In een samenvattend rapport DNA-onderzoek zijn alle biologische sporen, dus ook de sporen waarvan geen profiel vervaardigd konden worden, in een tabel geplaatst, zie bijlage ZD26. Van elk spoor is een beschrijving gegeven van het soort materiaal en de herkomst. En daar stop ik even. Want hier staat een punt, komma, maar dat slaat nergens op. Het is gewoon een nieuwe zin. Daarnaast, dat is poëtisch. En er zijn profielen vervaardigd met... Daar gaan we ze uitkopen, daar kan je echt ontzettend om lachen. In een samenvattend rapport DNA-onderzoek. We gaan even naar links. Er staat geen bronvermelding. Even kijken of dat klopt, hoor. Oh, ja, 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 ja. Dit zijn de Jezuïeten. En die onderste is... Ik ben het niks kwijt. Maar... Nee, dat moet gewoon de tweede zijn. Dus ik bedoelde dit daarmee te zeggen. En hier heb ik een spelfout gemaakt. Want hier moet een E tussen staan. Pas op die mensen. Ja, heb ik nog even gezegd van, kom maar was genoeg, want die haakjes hoeven niet. Dus die bijlage ZD, en ik denk dat hier wel een, ja, hier staat wel een punt. Van elk spoor is een beschrijving gegeven van het soort materiaal en herkomst. Daarnaast, welke profielen zijn vervaardigd met welke analyse techniek en hoeveel loci zijn bepaald. Weet u wat loci zijn? Ik niet. En hoeveel loci heb je nodig? 50 of zo? Als laatste is vermeld van wie het celmateriaal afkomstig kan zijn met de berekende frequentie van het autosomale profiel. En nu wordt het gevaarlijk. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Het celmateriaal kan afkomstig zijn met de berekende frequentie van het autosomale profiel. Als je niet begrijpt dat dit op zijn Nederlands utter bullcrap is, en als je ook niet begrijpt dat het best erg is om je boerderij kwijt te raken en je gezin en voor 18 jaar de bak in te gaan, terwijl die familie die de dochter kwijt is, daarvan loopt de dader nog gewoon in de rondte. En dat is all in a day's work. You are fucked. En dat zeg ik niet omdat ik een hekel heb aan jullie. Ik zeg het alleen maar omdat jullie fucked zijn. En degene die weten wat ik bedoel, die snappen wel wat ik zeg. En die maakt het niet uit dat ik zeg dat ze fucked zijn. Want die begrepen dat lang van tevoren al. Maar jullie
die dit voor het eerst onder ogen zien. Terwijl we al bijna 16 jaar in de toekomst zitten. En ik wist al die jaren al dat hier wat aan de hand was. En iedere keer werd ik afgezekerd door jullie. En uitgemaakt voor iemand die aluminiumfolie tot zijn hoed maakte. Terwijl ik altijd gewoon een petje draag. Jullie zouden echt door moeten luisteren tot pagina 51. En dan leer je wat liegen is. En hopelijk leer je dan ook wat de waarheid spreken is. En dat dat belangrijk is. Niet voor krokodillen, niet voor naaktslakken, niet voor vlinders, maar wel voor mensen. Dat is nou juist de grap. Daarom staat er ook in de Bijbel dat God ons naar zijn evenbeeld geschapen heeft. Althans, zo geloven wij dat. Ik lees even door. De bloeddruppel ZD18 is op alle drie, gaat die weer, tussen haakje 3, profielgebieden met de meest recente analyse-techniek bepaald en levert voor het autosomale profiel een frequentie op van 1 op 1500 miljard miljard. Dat wil zeggen dat de kans dat een willekeurig gekozen andere persoon hetzelfde profiel heeft, kleiner is dan 1 op de 1500 miljard miljard. Nou, het woord miljard miljard ken ik niet, persoonlijk. En waar we het over hebben, is een 1500, het is eigenlijk een andere half, maar dan met 21 nullen. Dat is een heel groot getal, dat wel. En het wordt 2 keer gezegd. En er wordt ook gezegd dat de kans kleiner is dan dat. En dat gaat nou net even lekker niet. In statistiek gezien dan. Hè? Want dan moet je altijd zeggen, de kans dat het kleiner is, is zoveel procent. Zo werkt statistiek. Het is jammer. En Einstein heeft er ook over geklaagd. Maar de wereld zit echt van toevalligheden aan elkaar. En zelfs een vingerafdruk kan overeenstemmen met iemand uit Tokio. Hoezo was jij het eigenlijk wel? Omdat je haar in een aansteker zat van een rugzakje wat later werd afgewezen, want dat was het niet. Ja, zo zijn we begonnen. Hè? Nou, meneer Maus die schrijft lekker door. Je zit op pagina 19. Op basis van door technisch onderzoek vastgestelde feiten, te weten, dubbele punt, dat alle hierboven benoemde 12 biologische sporen op verschillende plaatsen, zowel in, en dan gaat hij weer, in als op het lichaam en kleding van slachtoffer zijn aangetroffen, punt, komma. Kijk, en nu hebben we dus een opsomming met een punt, komma aan het einde. En hierboven hadden we een opsomming zonder punt, komma. Waarom eigenlijk? Is dit een andere opsomming of zo? Ja, ik zou dit niet weten. En deze 12, die hadden natuurlijk gewoon als 12 geschreven moeten worden. En we hadden toch geteld met z'n allen. Deze met die 2 van de vorige pagina,
Het waren er 7. Of ben ik gek? En hier staat verschillende onderstreept. Oh ja joh. En dan in als op het lichaam en kleding. Dus in het lichaam, op het lichaam, in de kleding, op de kleding. Nou, er zijn een hele hoop vindplaatsen, vind je ook niet? En op al deze sporen een autosomaal DNA onderstreept nergens voor nodig, is aangetroffen. Dat klopt dus niet, want je kan biologisch materiaal aantreffen en daarvan ga je dan middels een heel ingewikkeld proces een DNA-profiel van opstellen. Maar je treft geen DNA-profiel aan. En het was een mannelijk persoon. Ja, dat is meestal is dat het makkelijkste. En hier ga ik dat verder doen. En nu even pauze.